heeft vanavond een mooi kerstgeschenk voor u. FC de Kampioenen met een strikje. Oscar, je moet je vader zeggen dat het moet gedaan zijn om achter mijn moeder te zitten, hè? Dat is toch op CD zeker? Hela, het is uw moeder die mijn vader zot maakt, hè? In mijn familie zitten ze ook in streken. Bij mij wel zeker. Zeg, denk je dat ik zou te springen om in uw kerstmis en nieuwjaar te vieren? Kerstmis? Tartufo, daar zit altijd een strikje rond. Kerstboom van dienst is Donaat, die tussen de boompjes door ook hier en daar een paardje ontmoet. En na dit vredevolle tafereeltje laten we Margriet op u los. Vanavond speciaal voor u de Margriet Special. De Kampioenen, Tartufo en Margriet, kerstcadeautjes van TV1 voor u. Tegen 2:30, over zo'n kleine 10 minuutjes, begint een Britse tekenfilm voor jong en oud. Hij is gemaakt naar een verhaal van Roald Dahl. Grote, vriendelijke reus heet hij. Maar eerst vertelt Bert Struis een kerstverhaal. Beleef ze vanaf vandaag mee de spannende avonturen van dat onsterfelijke jongetje, Kuifje. Hé, maar kijk nou eens. Die heb ik al eens eerder gezien. Ziezo, manneke. Kuifjes eerste avontuur ruikt naar krap. Vanavond op TV1. En nu een lange Britse tekenfilm. Sophie is een weesmeisje. En als ze op een nacht door het raam van de grote slaapzaal naar buiten piept, dan ziet ze een heel grote reus. Sophie bang, want ze vindt het maar griezelig. Maar dat avontuur in Reuzenland valt best mee, want het gaat over een grote, vriendelijke reus. In 1991 leek Rusland zijn dictatoriaal verleden definitief te hebben begraven. Zelfs na de verkiezingen, 2 jaar later, blijft de democratie nog bijzonder kwetsbaar. In het actueel boekje, Het Nieuwe Rusland, onderzoekt Bert de Krane de turbulente veranderingen die het grootste land ter wereld onderging. Een economisch verarmd land, bestuurlijk anarchistisch en volgestouwd met kernwapens. Het Nieuwe Rusland is verkrijgbaar in de boekhandel. Eurokermis 93, Europa's grootste pretpark onder één dak, met 80 attracties uit 6 landen. Eurokermis in de Halle van Kortrijk. Kijk zondag 26 december naar 1 voor iedereen op TV1. Dat wordt lachen. Eindelijk is er de lang verwachte liveshow van Jacques Vermeijeren en Luc Verschuren. Vergeet even de alledaagse sleur en geniet nu thuis van een avondje Vermeijeren en Verschuren. De allerbeste sketches van dit Vlaamse topduo zijn verkrijgbaar op een schitterende cd en een extra lange video. De video, de cd en de muziekcassette zijn nu overal te koop. Van Paradiso. De Karaoke 1 en 2 videocassettes van Samson en Gert zijn nu verkrijgbaar. De 15 bekendste liedjes van Samson en Gert staan erop in een nieuwe versie met het Samson Ballet. En als je graag wil meezingen, dan kan je dat met de videoclips. Dus nu ook karaoke bij jou thuis met Samson en Gert. De beroemde stripfiguur van Hergé, Kuifje, is er nu ook in een tekenfilmserie. 39 afleveringen vanaf vandaag op TV1. Altijd in het weekend, zowel zaterdag als zondag en altijd na het 6 uur journaal. Kuifje, zijn hond Bobby, kapitein Haddock, Jansen en Jansen en professor Zonnebloem, allemaal zijn ze er. Het eerste verhaal is dat van De Krab met de Gulden Scharen. Deel 1 nu, deel 2 morgenavond. En tussen haakjes, Kuifje en zijn vrienden kregen heel bekende stemmen mee. Probeert u ze zelf eerst even te herkennen en als het niet helemaal lukt, dan leest u ze straks aan het eind van de aflevering.